Ik heb burgemeester Weerwind uitgenodigd om in het ziekenhuis te komen kijken wat we allemaal aan het doen zijn. Want dat is echt wel een prestatie die we hier leveren. We hebben met patiënten gesproken en we hebben eerst vooral gesproken met de zorgprofessionals. Je spreekt een intensivist, je spreekt een longarts, je spreekt de verpleegkundige. Maar je ziet ook hoe het eraan toe gaat. En dan kan ik alleen maar een nog groter respect hebben voor de functionaris die hier in dit ziekenhuis allemaal betrokken zijn. We zijn daarna naar de intensive care gegaan. Daar werden we ontvangen door Annemieke Rijkenboer, die is intensivist en ook de EVR-voorzitter. En door Vito, die de plaatsvervangend manager was. En er waren nog een heleboel andere collega's. Wat ook mooi is, de burgemeester is natuurlijk heel erg bezig met het gedrag in de samenleving en te zorgen dat het daar veilig is. En wij zijn heel erg bezig met patiënten proberen beter te maken en zo goed mogelijk te behandelen. En dat samen maakt dat je die coronacrisis aan het bestrijden bent. Ik vind het echt top dat Frank Weerwind als burgemeester bij ons is komen kijken, ook om die twee werelden aan elkaar te kunnen verbinden. Ik kan me alleen maar toezeggen dat ik keihard zou blijven werken om COVID-19 te bestrijden, omdat de reguliere zorg weer optimaal opgepakt kan worden.